Zolang er machtsverschillen zijn, zolang wij een geslachtelijk zich voortplantend zoogdier zijn, waarbij die voortplanting eigenlijk zeker bij betrekkelijk jonge mensen een permanente rol speelt in het gedachtenleven, is dit niet uit te bannen. Het zal altijd opnieuw gebeuren. Het Verlossum, kunt u mij horen? Corruptie is overal, in meerdere of in mindere mate. Je hebt zelfs zo'n lijst van de United Nations over welke landen het meest of het minst corrupt zijn. Wij doen het geloof ik niet slecht, maar Finland is, dacht ik, het minst corrupte land. Daar is nu ook de hele ministersploeg bestaat uit vrouwen onder de 30, geloof ik. Het overdrijft geloof ik ietsje, maar het is in ieder geval wel een opmerkelijke ontwikkeling. Sowieso die Scandinavische landen die doen ja, dat. Ja, ze hadden wel weer een feestje gehouden. Dat is toch bij die leiders momenteel. Ze kunnen maar niet laten om feestjes te In Finland, net als Johnson, hebben ze ook een feestje. Ja, nee, dat was ook daar. In Finland was ook een feestjesprobleem, begreep ik. Oké, maar mag dat daar niet gewoon? Want hij is zoveel open. Ik kan me voorstellen dat de regels daar Ja, dat kan het. Kijk, in Finland, dat is natuurlijk een relatief enorm groot land met heel weinig mensen, waar het enorm koud is. En waar je gewoon liever niet buiten de deur komt. Dus in die zin is het eigenlijk al een natuurlijk beschermende toestand. Je hebt dat ook in Noorwegen toch wel. Ja, en alles is ook open daar. Ik sprak van de week iemand, die was er op vakantie. Oh. Die zei, nou, in Zweden was hij volgens mij. Ja, ik dacht dat ook in Finland de cijfers wel iets waren opgelopen. Maar ik heb dat niet op de voet gevolgd. Nee. Heb je de nieuwe persconferentie gezien met de nieuwe plaatjes? Nee, die heb ik niet gezien natuurlijk. Dat is ontzettend vervelend. Want ja, daar stond alleen een scherm naast en de... En grafiek, daar verschenen plaatjes op. In plaats van dat hij dat daar behoorlijk uitlegde, dat deed hij ook niet, begreep. Nee, verwees niet naar de plaatjes. Er kwamen gewoon plaatjes en dat. Ja, ik had al indruk dat hij lichtelijk zenuwachtig was. Kuipers? Ja. Waardoor dacht je dat? Ja, dat zijn stem niet helemaal goed klopt. Hij keek ook steeds naar Rutte? Ja, als je in Nederland iets moet doen, is natuurlijk altijd naar Rutte kijken. Hè? Waar is Rutte? Het is een beetje net als wat Rutte deed als hij in Brussel was. Hè? Waar is Merkel? Daar was Rutte. Nu is het in Nederland is het zo, waar is Rutte, dan weet je, daar is de macht. Ja. Het blijft merkwaardig, niet waar, dat de hoofdverantwoordelijke voor een hele reeks van schijnbaar onoplosbare maatschappelijke problemen in Nederland, namelijk Mark Rutte, dat hij nu de leider is van een nieuwe, vitale, dynamische ploeg die alles gaat veranderen. Dat geloven we natuurlijk ook. En hij heeft er weer zin in, hè? Veel motivatie, ja, energie. Ja, hij heeft er zin in, zeker. Ja, dat is op zich ook een kunst, dat hij toch iedere keer weer... zo moeilijk is dat nou ook weer niet. Nou, na 10 jaar zou je kunnen zeggen. Is geen bejaarde. Nee, maar je zou kunnen zeggen... Het is geen oude mens, om met mijn kleinzoon te spreken. Nee. Ben jij een oude mens? Nee, dat is hij nog niet. Maar ik kan me wel voorstellen, dat heeft hij al zo vaak gedaan, dat hij denkt, nou... Wie weet. Nou ja, ik alweer wens met die koning op het bordes. Ik wens al het beste. Ik begreep toch dat het regeerakkoord eigenlijk nog een beetje hutje-mutje in elkaar zit. Ik vond ook in feite de persconferentie... Het is ook een beetje hutje-mutje beleid. Hè? Ja, het idee was toch, zeker met die Kuipers, dat we beleid zouden krijgen wat min of meer houdbaar is voor de middellange termijn. Nou ja, daar was in ieder geval geen sprake van. Dat moeten ze kennelijk nog gaan bedenken. En we zijn natuurlijk in allerlei opzichten nog steeds slachtoffer van de kapitale fouten die in het najaar gemaakt zijn. Toen we plotseling besloten hebben dat er niets meer nodig was. Geen mondkapjes, geen 1,5 meter... He, een fout die ze elders niet gemaakt hebben. En dat we toen vervolgens veel te laat met die booster zijn begonnen. Anders, maar ja, wanneer zijn wij met de booster begonnen? Weet ik veel, ergens in december toch? Ja. Er is wel op tijd gezegd, we gooien alles even dicht. Want anders loopt het in januari. Ja. Waarom? Omdat we het helemaal verkeerd begroot hadden. Dat was ook wel een beetje wel de gezondheidsraad die daar een ongelukkige rol in speelde. Maar... Iedereen voor zich eraf warm is elders meer mogelijk dan in Nederland. Nou viel dat ook wel weer mee. Ik begreep dat ook in België de bioscopen en de theaters dicht waren en zo. Maar ja, dat kwam omdat we die rare faux pas, dubbele faux pas in het najaar hebben gemaakt. Mm. En nou ja, nu moeten ze stap voor stap er vanaf. Maar ja, we zitten tegelijkertijd met die Omicron-besmettingen. Ja, opvallend is wel natuurlijk. Omdat natuurlijk de buffer in de IC's is niet groot, want er leren nog steeds 450 mensen, begreep ik. Ja, ja. Maar ik kan nog eens op attenderen, ook nog steeds 70% niet gevaccineerden. Hè? Ja. We hebben trouwens wat luisteraars verloren doordat we over die voorman van, hoe heet die ook alweer, Fransen.
Was het Franse die overleden was door COVID, terwijl hij zich er altijd tegen verzet heeft? Nee, dat was die man van Herstel NL. Ja, precies. We hadden daar wat lacherig over gedaan. Er waren een aantal mensen die zeiden, ondanks dat jullie niet eens zijn met wat hij heeft gezegd, moet je daar niet om lachen, want hij heeft ook nabestaanden, et cetera. Nou, ik vind eerlijk gezegd, ik geloof niet dat we hartelijk hebben zitten lachen, dat nou ook weer niet. Dat was de interpretatie van een paar mensen die wat hadden ingestuurd. Ik vond het wel vrij stomzinnig, ja. Het is een intelligente man. Ik ben nu weer enorm gekapitteld omdat ik over die, weet die man, die Meiland had gezegd. Oh, ja, dat Meiland. Hij niet goed snik was, omdat hij op de PVV stemde. Ja. Dat is een prima, dames en heren, ik weet niet precies, van onze luisteraar. Dat is een prima beredeneerd standpunt. Ik ging ervan uit dat die Meiland een normale menselijke intelligentie heeft. Maar dus die dat Meiland. Dat hij, laten we zeggen, ergens bij 100 of 110 misschien wel. Hij doet het leuk op tv, heb ik begrepen. Dus allee. We maken er voor het gemak 110 van. Dat je ook wel eens iemand spreekt. Dan moet ik zeggen, dan ben je wel vrij stom als je op de PVV stemt. Dan zou je toch moeten kunnen beredeneren dat eigenlijk alle standpunten van de PVV zo weinig relatie hebben met de sociaal-culturele, maatschappelijke en economische werkelijkheid, dat die partij in feite al jaren op dood spoor staat en niet meedoet. Dus je stem gaat per definitie verloren. Ja. Daarom zei ik ook, ja, hij kan eens goed op zijn eigen konijn stemmen. Dat heeft dezelfde politieke effecten. Dat is de tragiek van de PVV, dat die natuurlijk geradicaliseerd is geraakt in de loop der jaren. En nu, nou, we kunnen het nog even herhalen, het riedeltje. Waar is Geert bang voor? De islamisering van Nederland. Een heel geheimzinnig proces. Waarbij iets minder dan 5% van de bevolking, die een sterk afwijkende religieuze overtuiging heeft, op relatief korte en afzienbare termijn de andere 95% van de bevolking gaat overtuigen van het feit wat een heerlijke godsdienst dat is. Nou ja, jij kijkt er al zo bij alsof jou dat niet erg geloofwaardig overkomt en dat lijkt mij terecht. En dan heeft hij natuurlijk al die standpunten die al die rechtse partijen hebben, komen achterlijk, totaal irreële standpunten, dat we zo snel mogelijk uit de EU moeten, dat we terug naar de gulden moeten, nog gekker. Het getuigt allemaal van zo'n compleet onbegrip voor wat de werkelijkheid is. Dat je niet, ja, je bent inderdaad niet goed snik als je op die partijen stemt. Ik was wel verbaasd dat jij hem kende, Martin Meiland. We hebben het daar eerder over gehad. Ik ken hem niet. Dat we zeggen, ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb nu voor het eerst een plaatje gezien. Weet je, bij Google News, zoiets was het. Ja. Oké, je hebt nooit dat programma gezien waar zij in zitten? Nee. Dat was toch een soort reality show? Ja, precies, niet? De Meilandjes. En zijn vrouw heeft inderdaad een boek geschreven, omdat ze natuurlijk proberen hun succes uit te melken. En daarin heeft ze inderdaad gezegd dat ze heel erg veel moeite heeft met vrouwen die gesluierd over straat gaan. Dat vindt ze volgens mij een onderdrukking. Ik vertaal het even in mijn eigen woorden. En daar is dat hele gebeuren door op gang gekomen. Ah, maar goed, dit ging over dat ik had gezegd bij de slimste mens, ja, dat hij niet goed snik was. En nogmaals, ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt waarom het ben overtuigd. Het kan natuurlijk zijn dat zijn IQ ergens bij de 60 zit of bij de 70. D'accord, dat weet ik niet. Ik heb die serie of dat programma nooit gezien. Dan kan die het in zekere zin niet helpen. Maar hier zit natuurlijk een veel diepere tragiek achter. Dat de PVV wel een deel van de bevolking aanspreekt wat het gevoel heeft niet gehoord te worden, niet serieus te worden genomen. En dan de tragiek is dat die mensen vervolgens op de PVV stemmen, omdat de PVV natuurlijk in geslaagd is om, zijn politieke boodschap is eigenlijk vrij simpel. Dat is de middelvinger. Hè? Jullie kunnen allemaal de pot op, vuile klootzakken, met je klote politieke, je klote elite, je arrogante klote elite, dat soort van dingen. En dat is op zichzelf wel begrijpelijk, maar ontzettend stom. Want wat, de PVV doet niks voor je. Maar 0,0, want de PVV draagt geen politieke verantwoordelijkheid. Die gaat ook geen politieke verantwoordelijkheid dragen. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Dus het is zinloos om erop te stemmen. Het is hetzelfde probleem als in de Verenigde Staten. Waar de Republikeinse Partij in allerlei opzichten eigenlijk dat gevoel vertolkt van blanke Amerikanen. Van wij horen er niet meer bij, wij zijn tweederangs burgers geworden enzovoort. Dat wordt enorm handig bespeeld met culturele issues waarvan je denkt dat het van belang is. Het kerstboompje en dat soort van dingen. Dat intellectuelen tegen kerstboompjes zijn, dat soort van zaken. En
denk ook dat tal van intellectuelen de kerst, die doen altijd heel kinderachtig over de kerst, dus er zit nog wel wat in ook. Maar goed, die worden dus sociaal-cultureel bespeeld. En ondertussen verlagen de Republikeinen de belastingen voor de allerrijkste. He, dat is eigenlijk hun voornaamste activiteit geweest. En het benoemen van conservatieve rechters in de afgelopen 30 jaar. Dus nee, dat is toch de enorme tragiek van het populisme. Dat ze hebben een groep van burgers weten te mobiliseren. Die zich niet gehoord, erkend enzovoort voelden. Vaak terecht, we hebben het daar wel eens over gehad. De onderste deel van de Nederlandse bevolking heeft niet het beste lot getrokken in de afgelopen jaren. Maar het stemmen op die partijen helpt niets. 0,0. Nee. Ander probleem waar we nu steeds in Nederland veel meer mee geconfronteerd worden is het seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Ja. We kennen het verhaal van Marco Borsato en nu is een heel tv-programma stilgelegd. The Ik Voice. Zag het net ja. op de computer. Ja, omdat de bandleider... Ja, ik durf nauwelijks te zeggen, ik hoop dat het niet waar is natuurlijk, want het lijkt me heel tragisch dat dan allerlei kinderen... Maar die man heeft het bekend. Om kinderen of niet? Nou, het gaat, dat weet ik niet. Het gaat in ieder geval om mensen die aan die talentenjacht hebben deelgenomen. Die hebben zich bij BNNVARA, die onderzoek daarna hebben gedaan, gemeld. En die bandleider, die wordt nu beschuldigd, die heeft dat ook bekend vanochtend. Die heeft gezegd, nou inderdaad, het klopt. En dus een programma dat miljoenen kost. Oh jeetje, ja. En dat moet nu voorlopig geschrapt worden. Ik neem dat er een nieuwe variant terugkomt. Ja, maar de vraag is natuurlijk, waarom... De New Voice of Holland. Dat zou kunnen. Maar goed, de RTL wil natuurlijk die reputatie schaden. Ja, kennelijk gebeurt dit bij al dit soort van programma's al te gemakkelijk. We hebben in Engeland ook een hele reeks van dit soort van schandalen. Nou, we hebben afgereikt. De prins. Die prins die nu zijn titels heeft ingeleverd. Oh ja, natuurlijk. Ja. Dan moet ik zeggen dat ik die mevrouw de juffer ook voor geen cent vertrouw. Want die heeft $500.000 opgestreken. Niet waar, bij een belofte dat ze geen zaken meer zou aanspannen. Maar ja, het Amerikaanse rechtssysteem is zo volkomen knettergek. Dat speelt nu kennelijk geen rol meer. Ik zou zeggen, een normale rechtsstaat. Ze heeft zich af laten kopen. Dan moet je verder ook niet zitten te snuffen. Ja, maar hoe verklaar je dat dus bij mensen die dus macht hebben en aanzien dat je, nou niet één keer, maar echt meerdere keren, dus nu ook de laatste tijd, dit soort dingen hoort? Ja, kennelijk worden die gedreven door hele sterke impulsen. En wat ze ontbreekt is, laten we zeggen, normale verlegenheid. Ik moet zeggen, ik moet er niet aan denken dat je denkt, weet je wat, ik zal even... Ook wel een beetje eng natuurlijk. Nou goed. Ik vind het een bijzonder betreurenswaardig. Ik kan niet anders zeggen. Je weet dat ik verder niets heb met het programma The Voice of Holland. Of hoe heet het ook alweer? Ja. Nee, maar dan gaat het voor de rest ook niet zozeer om het programma. Maar het gaat omdat je dit Als dit ertoe leidt dat al die zangprogramma's verdwijnen. Dan moet ik je zeggen. Dan heeft het ook nog bij alle nadelen ook nog een voordeel gehad. Ja. Dat zingen is ook een ziekte geworden, joh. Wat gezang. Die voortdurende zangwedstrijden ook. Het feit dat alles een wedstrijd is. Ja, kan je verklappen dat ik ook wel eens aanboden krijg voor tv-programma's. Het is altijd gestoeld op een soort competitie. Daar vind ik niks aan. Nou ja, daar wordt dus toch heel graag naar gekeken door families. Ik vind de competitie van de slimste mensen al ruim voldoende. Ja, The Mask Singer is ook zo'n programma dat het heel goed doet. The Mask Singer. Dan moet je dus in een pak en dan moet je verkleed zingen. Dan moet ze raden wie in het pak zit. Zeker. Ik heb eens een stukje gezien. Kijk, kom eens naar beneden, drink koffie en dan zie ik zo'n stukje naar televisie. Dus jouw echtgenote zit dat te kijken dan? Die heeft dat wel gekeken, ja. Ik geloof niet dat ze er erg enthousiast over was, maar ze heeft er wel eens naar gekeken, ja. Dan komt dit programma uit het buitenland. Maar het feit dat dus mensen met een machtspositie iedere keer een boekje erbij Moet zeggen, ja, ik heb op dit punt hele pessimistische opvattingen. Zolang er machtsverschillen zijn, zolang wij een geslachtelijk zich voortplantend zoogdier zijn, waarbij die voortplanting eigenlijk zeker bij betrekkelijk jonge mensen een permanente rol speelt in het gedachtenleven, is dit niet uit te bannen. Het zal altijd opnieuw gebeuren, een iets andere vorm, een iets andere variant. Maar ik bedoel, de piloten en de stewardessen en de bandleiders en de dames die zingen en god, we weten dat toch allemaal, en de doktoren en assistenten. En ik wil verder niemand dit zo sterk generaliserend beschuldigen, maar zo zit de wereld in elkaar en dat kun je corrigeren. En het allermooiste zou zijn, is dat je door dit aan te pakken, dat je toch een soort bredere maatschappelijke correctie zou kunnen bewerkstelligen. Daar ben ik niet
optimistisch over. Nee, het valt wel op dat het vaak bijna altijd alleen maar mannen zijn. Ja, dat spreekt. Maar dat, al heb ik wel gelezen dat er in Amerika wel voorbeelden waren bij, van hooggeplaatste vrouwelijke CEO's. Die het sommige mannen in hun omgeving ook moeilijk hadden gemaakt. Ook met seksuele intimidatie? Ja. Ik heb nog geen voorbeeld bij de hand, maar daar heb ik wel iets over gelezen. Hmm. Het is niet zo dat het alleen maar één kant op werkt. Je begrijpt dat zodra natuurlijk vrouwen in... Kijk, vrouwen zijn al betrekkelijk zeldzaam in machtsposities. Zowel politiek als in het bedrijfsleven. Maar als dat natuurlijk 50-50 wordt of nog verder verschuift... dan zal het zich ook van de andere kant af voordoen. Maar ik kan me dan voorstellen dat een man eerder zegt... van nou, dat vind ik wel prima, vind ik misschien wel spannend als dat gebeurt. Terwijl als een man het bij een vrouw doet... dan wordt natuurlijk vaak gezegd van nee, daar ben ik niet van gediend. Ja, ik lijk me dat overal daar waar grote machtsverschillen zijn... en iemand zegt, goh, zullen we samen gaan eten... of ik heb toevallig een hele leuke reis naar Mexico, ga je mee? Dat je dan zegt, ja, als ik daar... Als dat een soort factor dwang in zit, dan is dat niet prettig, toch? Nee. Dan geldt dat zowel voor mannen als voor vrouwen, lijkt mij hoor. Misschien dat mensen die hier meer van weten, of in ieder geval ook ervaringen hebben dat het andersom gebeurt, of misschien wel een oplossing. Ja, mag ik erop wijzen dat ik helemaal geen ervaringen van deze aard heb. Dus ja. Gelukkig maar, zou je zeggen. Ja, ik ben nooit de vrouwen agressief benaderd van... Zou je eens mee willen naar Mexico? Nee. Door al die groepies die na de slimste mens met je op de foto willen. Is nooit iemand die stiekem even geknepen in je billen heeft? Nee. Nee, dat doen ze nooit. Nee. Ze willen inderdaad vaak op de foto, maar dat doen ze nooit. Nee. Hey, met Boris Johnson, jij had het net over Rutte. Als je toch kijkt wat Rutte allemaal in de soep heeft laten lopen en wat voor gevolgen dat heeft gehad. En dat je nu in Engeland ziet dat Johnson alleen voor zo'n feestjes zo onder vuur ligt. Ja, dan is er qua verhouding is er toch af en toe wel iets mis, hè? Ik vind het ook wel een beetje overdreven over die... Hij heeft gewoon vrijdag een borrel op kantoor. Ja, dat was niet in overeenstemming met de regels. En het was dan extra pijnlijk omdat het was op de avond voordat prins Philip zou worden begraven. Eenzaam begeleid door de koningin vanwege coronatijd. En dan was een magnifieke foto van de Engelse koningin met zo'n zwart hoedje op. Eenzaam in de kerkbanken zittend. Prachtfoto, kan niet anders zeggen. Ja, eenzaamheid schitterend in beeld bracht. Ja, het is niet verstandig, maar goed, ja, ze hebben die... Ik denk dat dat waar is, dat ze gewoon elke vrijdag een borrel hebben. Wine Time Fridays, zo noemen ze dat. Ja. Dat ging standaard door tijdens de coronaperiode. Dus dat stond iedere keer op de agenda in de ambtswoning, tussen 4 en 7. Heet toch de Vrijmibo? Ja, maar ze noemen het daar Wine Time Fridays. Hier heet het de Vrijmibo en daar... Ja, de Vrijmibo. God, ik denk dat dat toch nog steeds overal... Een beetje clandestien misschien kan zijn. Ik lig er niet wakker van. Kijk, als hij een top prime minister zou zijn... dan zou ik zeggen, ik wil het hem graag geven. Maar mijn indruk is dat hij bepaald geen top prime minister is. En als hij zo doorgaat, zijn zijn dagen geteld. Okay. Al moet je daar ook heel voorzichtig mee zijn. Hè? Ze hadden ook een speciale wijnkoeler, hadden ze. Je kunt, zolang Poetin mij niet s'avonds even belt, zegt van Van Rossum, ik wou eens even overleggen. Ik heb het gevoel dat ik toch op het verkeerde spoor rij. Valt daar niets over te voorspellen. Je hebt nu ook al die voorspellingen dat Rutte 4, dat bij de eerste denkbare gelegenheid zal vallen. Wijs ik maar op Rutte 2, de meeste mensen zullen het zich niet herinneren. Op Rutte 2, het eerste jaar, nou de kranten stonden elke week vol dat Rutte 2, dat gaat niet lang duren, dat gaat helemaal mis. Met de PvdA was dat, hè? Ja, dat was het kabinet met de PvdA. Was het maar eerder gevallen, dat is nou een heel ander puntje, maar nee, tenslotte heeft het er 5 jaar gezeten. Voorspellen? Kijk, dat is ik ben niet voor niks historicus geworden. Kijk, als je historicus bent, dan weet je hoe het afgelopen is. Als dat bijvoorbeeld de eisen van de luisteraars zouden zijn, dat volgens hem nou eens uitlegt dat Hitler eigenlijk wel de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen, dan moet ik toch niet thuisgeven. Ja, sorry, maar alles wijst erop dat de Duitsers de Tweede Wereldoorlog hebben verloren. Dat ze daarna zo hard hebben gewerkt dat ze uiteindelijk toch in feite de leider van het huidige Europese Unie zijn, ja, dat kan ik verder ook niks aan doen, maar ze hebben toch de Tweede Wereldoorlog verloren. En ja, het probleem met de toekomst is dat die... is het ook weer. De toekomst is enorm makkelijk te voorspellen als die verleden tijd is geworden. En dan zeg je, hoe is het mogelijk? Mogelijk dat we dat niet aan hebben zien komen. Onbegrijpelijk werkelijk, nee.
Het is, er zijn altijd alle mogelijke voortzettingen mogelijk. Dus je hoort mij geen stellige. Ook als ik ergens een beetje uitslip en een voorspelling doe, gebruik die niet bij beleggingen, uwerzijds, enzovoort, enzovoort. Als u kleine hoeveelheden geld heeft, ga sowieso niet beleggen. Maar nogmaals, ga niet af op mijn. Je hebt het toch wel vaak goed gehad na 9-11. Daar wordt vaak naar verwezen. Dat had je toch goed gezien? De vraag is, heb ik het goed gehad? Ja, in allerlei. Theoretisch heb ik het volkomen goed gehad. Maar wat ik absoluut niet zag aankomen, is het werkelijk totaal achterlijke, gewelddadige, contraproductieve beleid wat de Amerikaanse regering na 9-11 heeft gevoerd. Waar we dit jaar de dramatische afsluiting van hebben gezien in Kabul. Dat zag ik niet aankomen. Nee. Het is heel lastig om te voorspellen dat mensen de allerstomste dingen zullen kunnen doen, of zullen doen, die ze kunnen doen. Dat is lastig te voorspellen. Ja. Dus in die zin, maar natuurlijk dat hele punt van de wereldoorlog en die vernietigende strijd tegen de islam en zo, dat is allemaal natuurlijk niet gebeurd. Ja. Dat had je toen ook kunnen bedenken. Ja. Kijk, een wereldoorlog is een oorlog tussen hele machtige landen die voor alles of niets gaan. Op dat moment, 9-11, waren er geen landen die in staat waren om een dergelijk conflict uit te doen. Aangezien Amerika op dat moment nog steeds de onbetwijfelbare number one was. En China zeker nog niet. En ook nu zouden Chinezen wel gek zijn als ze een wereldoorlog tegen de Verenigde Staten zouden beginnen. Omdat ze dat denk ik toch zouden afleggen. Hey, nog eventjes die muitende burgemeesters, hè? Ik weet niet of je... De muitende burgemeesters, ja. Valkenburg met de terrasjes. Ja, natuurlijk had het natuurlijk in Vaals. Is het ook wel heel tragisch allemaal. Om in te die wonen. Zin dat ze daar eerst overstroomd zijn. Ja. En toen moest alles even dicht blijven. Dus toen dachten die Limburgers, nou ja, het is feitelijk ligt Vaals natuurlijk gewoon in het buitenland. Laten we wel wezen, hè? Dat ligt in die bobbel daaronder, die daaronder aan Nederland hangt. Ja. Noord-Aken. Ja. Maar vind je het, want op zich is het te begrijpen dat het zo... Ik zat er niet zo mee, nee. Nee. Maar het gezag ik zat van er niet zo mee. Wat mij betreft had de horeca tot 5 uur 's middags op 1,5 meter best open gemogen. En nu we het er toch over hebben, ik vond ook dat de museumsluiting gecontinueerd wordt, vind ik ook achterlijk. Bij musea, kijk, vergeet niet, als je bij het over musea hebt, heb je niet over het Rijks, niet waar, waar weet ik, 2 miljoen mensen per jaar komen. Dus dat is heel lastig om dat goed te regelen in coronatijd. Maar bij de meeste musea, ik zal nou maar zeggen, het Stedelijk Museum Schiedam, ja, dat wordt niet dagelijks overlopen door duizenden mensen. Dus daar is een heel goed regime denkbaar dat je vaststelt wat is de vloeroppervlakte. Hoeveel mensen kunnen we daar opbergen? Nou, die kunnen er dus in. En dan voeren we voor onze beleid 2 eruit, 2 erin. Toch? Dat hebben ze alles gedaan, bij mijn weten. Wat was daar tegen? Dan kun je die arme mensen die weer maandenlang dicht geweest zijn, die kun je in ieder geval een bezigheidje geven. Nou, Rutte zegt, dat binnen regio's wordt er dan te veel gereisd, want er zijn natuurlijk mensen van buiten Schiedam. Ja, het gaat om verplaatsingen. Ja, die komen dan naar Schiedam en die gaan daar dan rondlopen. En ja, die nemen dat maar virus goed, die misschien verplaatsing, mee. Hoe kom je naar Schiedam? Je gaat in de auto zitten en dan rij je naar Schiedam. Waarschijnlijk kun je daar ook niet parkeren, dus dan rij je weer terug. Maar goed, gesteld je kunt wel parkeren, dan loop je met z'n tweeën of met z'n drieën naar dat museum. De kans dat mensen zeggen, weet je wat we gaan doen? We gaan bussen huren. Op naar Schiedam. 10 bussen per dag. Nee, ja, maar goed, je staat dan daar te hoesten en te proesten en vervolgens komt er weer je mondkapje toch voor, met medische mondkapje. Plus dat ze uitleggen wat dat eigenlijk precies is, dat hebben ze volgens mij helemaal niet gedaan. Ja, dat is zo'n mondmasker wat je ook op hebt als je een cementmolen naast je hebt staan en je gaat in je huis klussen met een klopboor. Volgens mij is het gewoon een mondkapje wat ik bij me heb. Nee, dat is niet goed hoor, dat wat je hebt. Dat is te simpel. Dus, nee, dat is niet een medisch mondmasker. Dit beschermt volgens mij alleen. Mag ik erop wijzen dat, weet je waar ik dit gekregen heb? In het UMC. Ja, oké, okay, maar ik vroeg nog omdat het die gele koortjes zijn, of dit toch niet die dingen van Siewert zijn die clandestien in de handel zijn gebracht. Wat zeiden ze? Ik hoop dat ze het niet begrepen. Nee, maar eventjes voor dit is. Jij laat een mondmasker zien met die blauwe kleur, ja. En daar zitten die touwtjes aan. Maar dit is een medisch mondmasker. Toch? Dit is geen medisch mondmasker. Nee, volgens mij bedoelen ze echt die daar snuit. Zit. Ja, precies. Die snuit. Kijk, zoek het maar. Ik heb het net. Je moet even de microfoon vasthouden. Nu horen we je niet. Ja.
Ja, dat is ook niet belangrijk. We hebben even ruzie over het mondmaskertje. Ja, ja, maar dit is niet wat ze bedoelen. Ze bedoelen echt zo'n groot ding. Huh? Ja. Doe even het raampje klein open. Klein beetje. Ja. Hey, Marta. Overbuurvrouw. Even kijken. Wat, maakt een winterse indruk, een verwinterde indruk eigenlijk. Oh ja, mensen wilden nog weten, Jan Rot was natuurlijk bij hoge uitzondering bij de slimste te gast. Mensen vroegen zich af of jij, heeft hij daar gezongen, klopt dat? Of heeft hij een liedje daar laten horen? Hij heeft wel heel even iets gezongen, ja. Mensen vroegen zich af of jij geëmotioneerd was door dat nummer. Nou, dat kan ik me nou niet herinneren. Oh, dat, mensen hadden die indruk. Ze dachten dat toen ze jou zagen met een shot, terwijl dat te zien was, dat je geëmotioneerd was. Nou, of door zijn verhaal. Het zou kunnen, maar ik herinner het me niet. Nee. Het zijn 30 uitzendingen en niet alle details van alle 30 uitzendingen herinner ik mij. Nee. Want hij is natuurlijk net zo goed als ik vergeten ben wie het gewonnen heeft. Ja, maar dat moet dus bewust, hè, omdat je het niet mag vertellen. Maar als ik het zou willen vertellen, dan als je een hoog bedrag zou bieden, zou ik het nog niet weten, omdat ik het volkomen vergeten ben. Nee. Er zijn ook mensen die vroegen zich af van dat wordt iedere dag opgenomen en dan 's avonds uitgezonden. Maar het is al allemaal opgenomen, hè? Ja joh, dat was al klaar op ergens begin december, 1 december, 2 december, zoiets volgens mij. Ja. Maar Jan Rot is ongeneeslijk ziek en hij wilde nog heel graag een keer in de slimste. En ach, omdat hij in dat tijd heeft hij volgens mij in de finale verloren van Arjen Lubach, als ik het maar goed herinner. En ook gezien de situatie waarin hij verkeerde, vond de redactie het eigenlijk wel een sympathiek idee om hem die kans te geven. En nou, hij was er enorm gelukkig mee dat het kon. En hij heeft het ook heel redelijk gespeeld. Jesse van der Lid die wil graag weten of het in Nederland een slim idee is om net als in Amerika een maximale termijn in te voeren voor in dit geval de premier. Nee, daar ben ik niet voor. Waarom niet? Nou, als je een hele goede hebt, is het heel vervelend dat er een maximale termijn is. We hebben nu toevallig een hele matige premier waarbij het een voordelige zaak was geweest als die na 8 jaar was opgekrast. Maar... om Drees weg te sturen was eigenlijk helemaal geen goede reden voor. Je kunt een hele goede treffen, dan is het niet verstandig. Oké, dus in Amerika zou je... Ik ben eerlijk gezegd blij dat Franklin Roosevelt voor een derde termijn op kon gaan. Om eerlijk de waarheid te zeggen. Zelfs vervolgens al een vierde termijn, maar goed, toen is hij overleden. Ja. Dan is er nog dat even... is namelijk een hele goede president. Je moet er niet aan denken dat een van de andere koekenbakkers het was geworden. Er is nog een vraag over de versplintering in de Tweede Kamer. Daar wordt binnenkort over gedebatteerd. En er stond een stuk in Trouw van de oud-burgemeester van Arnhem, Paul Scholten. En die stelde voor om, nou ja, niet de kiesdrempel, dat vond hij niet verstandig om de versplintering tegen te gaan. Maar hij zei verkiezingen in 2 rondes, zoals we dat ook van het EK en het WK kennen. Hij zegt van, nou, de eerste ronde mogen alle partijen meedoen. En dan een maand later mag iedereen opnieuw stemmen. En dan doen de 6 partijen met de meeste stemmen. Die worden dan nog eens een keer opnieuw verkiesbaar gesteld. Of die kun je op stemmen. En dan komt daar in ieder geval een coalitie uit. Nou, dat is allemaal erg ingewikkeld, eerlijk gezegd. Ja, dat is het Duitse systeem. En die hebben ook een complex systeem. Wat een soort mix is van partij en persoon. Ik heb altijd aan moeite om dat altijd als het Duitse verkiezingen zijn, lees ik weer even hoe het zit. Zodat ik het een beetje uit kan leggen. Maar ik vind het erg ingewikkeld. Voorlopig zou ik zeggen, laten de mensen nou eens kijken naar de effecten op ons parlement van al die eenmanspartijen die we tegenwoordig hebben, of tweemanspartijen enzovoort. Je hebt er niks aan, het is zonde van je stem, het is eigenlijk weer net. Eigenlijk is het interessant is hoeveel partijen in Nederland zonde van je stem zijn. Namelijk partijen die er wel zitten, die ook vaak nog wel een grote mond hebben aan een interruptiemicrofoon, maar geen enkele bijdrage leveren aan het debat. Ook geen enkele bijdrage leveren aan het bestuur van het vaderland. Dat zouden mensen zich iets meer moeten realiseren. Je kunt Sylvana Simons heel sympathiek vinden, maar je hebt er verder geen donder aan. En dat geldt voor de BBB-mevrouw evenzeer. Ik zou nog bij een partij als Volt kunnen zeggen, daar zit wel goed potentieel in. Het zijn er ook 3. Maar ja, 21 is gewoon een min of meer toevallige afsplitsing van een andere halfgare partij. Maar hoe zou je die versplintering wat jou betreft dan tegen kunnen gaan? Nou, ik zou eerst eens zeggen, laten de kiezers in Nederland eens kijken wat ze ervan vinden van dit. Het kan heel best zijn dat we hebben ook een andere tijd gehad dat we een heleboel van dat losse kruid in de Tweede Kamer hadden zitten.
Misschien hebben ze volgende keer wel spijt van het feit dat ze dat gedaan hebben. Ja, zo niet. Ik vind het heel moeilijk te zeggen. Want dit voorstel is veel te ingewikkeld. En komen ze in die tweede ronde niet opdagen wat dat allerlei grote verschuivingen zou kunnen veroorzaken. Ik zou zeggen, laten we voorlopig vasthouden aan wat op zichzelf een bijzonder eerlijk kiessysteem is. Laat ik dat nog eens benadrukken. En laten we hopen dat de kiezers een iets grotere mate van realiteitszin en volwassenheid ontwikkelen. Misschien zou daar ook iets aan gedaan kunnen worden door de media. Mag ik ook de media, we hebben hoeveel talkshows hebben we nu? Ik geloof 26. We hebben er weer twee bij, ja. Ja, daarom. Het zijn er langs van 26 volgens mij. Vee vandaag en Lubach komt ook met een talkshow, 's avonds. Ja, precies. En, ik hoef er godzijdank niet naar te kijken. Maar zouden ze daar ook het uitnodigingsbeleid zou misschien ook wel wat verstandiger kunnen. Nodig dus al die lone voices in de Kamer niet uit. Je hebt er niks aan. Ze hebben geen duidelijke programma's. Die programma's zullen nooit gerealiseerd worden. Het is allemaal zonde van je tijd. En vooral ook, laat ik ook onze kiezers nog eens oproepen, zonde van je stem. Niet voor niks, zei ik, dat die Meiland, hè, hoe heet ik van zijn voren? Martien Meiland is de man en ja. Erika Meiland is zijn vrouw. Ja, ik zei niet toevallig dat die Martien Meiland, niet waar, dat die niet goed snik was. Een crisisdrempel ben jij tegen? Kaag heeft daar op zich toch zich niet heel duidelijk tegen uitgesproken. Die vindt dat volgens mij wel een goed idee. Ik vind dat valt natuurlijk van D66, die altijd beweerde dat we nog veel democratischer moesten worden als we toch al waren, valt me nou wel een beetje tegen, ja. Kiesdrempel in Duitsland ligt vrij hoog. Hè? Ja. Dat zijn 5 kamerzetels. Maar dat zou wel een oplossing zijn. Bondsdagzetels moet ik natuurlijk zeggen. Maar dan heb je allemaal die kleine klote partijen dan niet bij zitten. Die zijn dan, die moeten zich aansluiten bij die grotere. Als ja, het probleem is natuurlijk ook die onrust die er kennelijk bij de kiezers leeft, die kan op deze manier ook wel een uiting hebben. Hè? Ja, misschien is het tijdelijk, ik zou zeggen, als het zo blijft, of als het erger wordt, dan zou je kunnen overwegen om een kiesdrempel in te bouwen. Ja, op zich kunnen de grote partijen dit zo invoeren. Als er een voorstel komt en de meerderheid stemt voor. Nou, ja, wacht even. Ik denk eerlijk gezegd wel dat dat een grondwetswijziging noodzakelijk zou maken. En dat is 1, 2, 3 nog niet zo gedaan. Hè? Maar dan weet ik niet zeker of het in de grondwet staat. Oké, dit zoeken we eventjes op. Hier komen we op terug. In ieder geval van we zoeken het op. Ja, 26 talks. Dat is ben je nog niet gebeld voor VI vandaag? Want ze hebben iedere dag een hoofdgast. Nee, ik kan je ook inlichten dat als dat zou gebeuren, wat mij persoonlijk ook zeer onwaarschijnlijk lijkt, dat ik dat niet doe. Ik vind die Gijp niet te verteren. Dus dat, nee, ja, daar ga ik niet heen. Maar als hij dan niet is. Johan een prima man, maar die Gijp is niet te verteren. Nee. Die heeft een keer ook iets over jou gezegd. Over die oudejaarsconferentie ging dat toen, hè? Bij dat, Zeker. Nou, hij heeft wel meer gezegd. Ik heb niet de geringste behoefte om mij met deze lomperik te verstaan. Ja, het was toch wel leuk toen jij daar een keer zat en toen ging het over Ajax. Maar toen was hij dan niet. Hè? Toen was hij volgens mij een tijdje ziek. Ja, die uitzending over Ajax was heel komisch. Omdat ik toen nog de voorspelling heb gedaan dat Ajax nooit meer de Champions League zou winnen. Ja, en toen was er allemaal gedoe met allemaal die raad van bestuur. Ja. Ja, omdat ze Cruijff hadden. Ze hadden Cruijff binnenboord gehaald, je weet. Wat dat betreft lijkt Cruijff natuurlijk een beetje op Pim Fortuyn. En waar Cruijff komt, komt om ruzie. Dat weet je. Ja, dat is... Maar Pim komt, komt ruzie. Dat weet je. Hè? Ja, dat is wel een mooie. Dat zijn geboren ruziemakers. Ja. Ik vond het wel mooi van de Staaij nog over die kiesdrempel. Die had gezegd, het is de oudste partij, de SGP, in de Tweede Kamer. Dat verbaast me niks. Nee, die had gezegd, van ja, als er een kiesdrempel komt, dan kunnen de kleintjes nooit groot worden. Maar hij is volgens mij al jaren staat hij op 3 zetels. Dus, Ja, hij heeft wel een zetel erbij gekregen, want hij stond jaren op 2 zetels. Oh, oké. Ik acht niet uitgesloten dat hij... Kijk, wat hij natuurlijk moet doen, dat is voor die orthodox christenen allemaal heel moeilijk, dat begrijp ik ook wel. Is dat hij natuurlijk met de ChristenUnie een soort van een lijstverbinding aangaat. Of in ieder geval dat ze samen op een trekkertje gaan functioneren. Zoiets dergelijks. Ja. Van der Staaij is overigens op zichzelf natuurlijk heeft idiote standpunten. Maar hij is wel een prima parlementariër. Ik vind die Gijp niet te verteren.